Wat niet veel mensen weten, Huub Stapel, jij was vroeger een gevreesd wielrenner bij de Nieuwelingen. Gevreesd. Ik heb de anekdote net verteld aan Tom Velers, de zoon van Alfons Velers. Ik was met Alfons Velers ontsnapt in de Ronde van Tegelen. En die man die had zulke benen, dat is echt verschrikkelijk. En toen zei hij, overneem een lul. En dan zei ik, ik kan niet. En toen zei hij, dan sterf. En toen fietste hij zo centimeter voor centimeter. En dat ben ik mijn hele leven niet vergeten. Ik was 15, kun je nagaan. Maar je bent wel dus echt een liefhebber ook van wielrennen, ja, van jongs af aan. Ja. Eerst bij de Wilde Bond gefietst en toen een jaar Nieuweling geweest. Met Leo van Vliet en Ad Dekkers en Geboertjes van Houwelingen, Frits Piraar, die tijd. Nou is fietsen is voor een deel ook wel een beetje acteren natuurlijk. Hè? Van overnemen lul, ja ik kan niet meer. Ja, dan ken ik er nog wel een paar. Nou, ik kon het niet bij. En hij won ook de Ronde van Tegelen. De zeer gevreesde Ronde van Tegelen. Was jij tweede? Nee, ik was zelfs niet tweede. Ik was geloof ik achtste of zo. Maar was je wel getalenteerd? Nee, ik had niet... Dat weet ik eigenlijk niet precies of ik dat was. Want die jongens, die brachten 's ochtends de krant rond en gingen dan de hele dag fietsen. Die fietsten gewoon de hele dag. Dat waren net beroepsrenners. Ja. En ik moest gewoon de hele dag naar school. Ja. En op een gegeven moment komt natuurlijk de keuze van, wat ga ik doen? Ga ik naar de toneelschool of... Dan ging ik naar de toneelschool, dan moet je natuurlijk stoppen. Ja, precies. Hey, en zoals nu, de Ronde van Italië, stad in Nederland, de hele tijd op televisie wielrennen. Ja. Zit jij dan ook gewoon lekker voor de buis, verkoud op de lip? Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, elke ja. koers? Elke koers. De klassiekers volg ik allemaal. Ronde van Frankrijk. Ja. En ik mag af en toe met Leo mee. Ik ben er bij Leo in de auto geweest. Met Leo van Vliet? Leo van Vliet. Ja. Amstel Gold Race heb ik al in de auto gezeten. Ben je dan niet een beetje bang in de auto? Met hem? Gaat hard, ja. Rijdt zijn dolle. Nee, helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Hey, en zoals nu, Ronde van Italië. Wie denk jij nou wie er wint? Geef eens een prognose, Huub Stapel. Ik hoop natuurlijk Tom. Hij moet natuurlijk een keer een ronde winnen. En dat gaat ook wel gebeuren. Waarom niet deze keer, toch? Limburg trots. Hey, Huub Stapel, wielerkenner, wist jij dat? Nee, hij doet me steeds verbazen. Maar dit had ik echt niet verwacht. Maar voelt dat een beetje zo, Limburg trots? Jullie zijn toch streekgenoten? Ja.